Ja, wat een kater, hè? Nou, ja. Oh. Oh. Aan tafel. Familie. Niet van mij, maar van elkaar. Jip Bartels en zijn neef Freek Bartels. En Jip, jij zit ook in het vak. Ja, ik ben afgestudeerd aan Codarts Muziektheater. 5 jaar geleden nu. En gelukkig altijd werkzaam geweest als acteur. En het ging allemaal heel erg goed. En toen kwam corona. En toen kwam corona. Ja. En toen werd je in de knop gebroken. Precies. En ben jij gebroken door corona, Freek? Je zat in Hello Dolly. Ja, nou, trouwens, Jip ook. Ja. Erbij in, ja. Nou, ik niet zozeer persoonlijk gebroken, maar wel als het de sector betreft. Daar maak ik me wel heel erg zorgen over, ja. En ik was toevallig gisteren in gesprek met 10 eindejaarsstudenten van opleiding muziektheater in Tilburg Conservatorium. Hadden we een Zoom-videogesprek. En vooral voor zo'n groep is het ook ontzettend heftig, want die studeren af en die hadden allemaal mooie stageplekken en het gaat niet door. Dat is nu heel vervelend, maar hoe ziet dat er volgend jaar uit? Als nu al alles opgeschoven wordt, zijn ze nog in beeld straks? Hebben ze nog een kans om... noem maar op, zo zijn er heel veel meer mensen die getroffen worden natuurlijk. Het is heel erg verdrietig. Ja. Ja, en nou ben jij toch inmiddels een gevestigd... artiest, zal ik maar zeggen. Nou ja, met Alex Klaassen in de hoogste regionen. En de musicals. En nu Hello Dolly. Maar Jip, die is ook pas een paar jaar bezig. Ja. Hoe zie jij deze toestand? Ja, er waren gewoon zoveel projecten waar ik naar uit had gekeken en die allemaal niet doorgaan. En je leeft, als je in theater werkt, dan leef je altijd zo'n beetje van project naar project. En als je daar ineens geen zicht op hebt, dan wordt het ineens dat zwarte gat waar iedereen het over heeft. En gelukkig kan ik nog andere dingen doen. Bijvoorbeeld, ik spreek tekenfilms in. En die branche is weer langzaam en voorzichtig aan het opkrabbelen. Maar bijvoorbeeld, ik was ook een voorstelling aan het maken bij Theater Walhalla. En dat is nog maar een beetje de vraag of dat doorgaat. En moet er een andere vorm gezocht worden? En dat vind ik ergens ook jammer. Het is ook goed dat er nieuwe oplossingen komen. Maar je wil gewoon in dat theater zitten, schouder aan schouder. En niet met een soort lasmasker voor je hoofd. Zo uit elkaar allemaal. Ja. Freek, hoe ben jij de afgelopen tijd? Hoe is jouw gemoedstoestand? Wisselvallig. Soms de ene dag beter dan de ander. Het voelt in het begin toch een beetje als een soort van lange vakantie. Of dat je even, soms heb je als acteur ook tussen producties door even geen werk. Dus dat was in het begin nog niet zo onbekend. Maar ja, dat is even leuk. En het werd natuurlijk al heel snel duidelijk wat voor gevolgen dit zou hebben. Dus het voelt machteloos met momenten. Want je kan ook niet zoveel meer dan thuis zitten en afwachten wanneer je weer mag. Ja. Want het gekke is, ik heb als een van, niet een van de weinigen, maar ik hoorde bij de weinigen die Hello Dolly heeft gezien. Ja. Twee voorstellingen gespeeld, waarvan één de première en daar was ik. En dat was met zoveel kostuums en muziek. Ja. Het was echt zo'n musical, weet je wel. Ja. Echt, ik was er helemaal terug, ook een beetje in de 50er jaren, maar dat was ook wel weer heerlijk. Ja. Ja. Het zag er zo mooi uit. Ja, er is ontzettend uitgepakt. Die even nog haar stem kwijt was de dag daarvoor, maar op de première had en ze... En er stond en hoe. En dan opeens als een natte vuurpijl na 2 dagen... Nee, alles het, is, het is ontzettend... Het is onvoorstelbaar. Ontzettend kut, als ik dat mag zeggen. Ontzettend kut. Ja. 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 Maar niet alleen voor die productie natuurlijk. Maar natuurlijk. Het is om daar nu... Dat wij erin zaten. Ja, zeker. Ja. En nu? Kunnen jullie je huur nog betalen? Ja. Oh, dat is fijn. Ja. Okay. Ja, we zitten hier in die zin ook niet, toch? Kan ik wel zeggen, namens ons, we zitten hier niet voor onze eigen hart. We gaan geen crowdfunding voor de zeker niet. Met ons gaat het allemaal goed. En we hadden een lied voorbereid. We dachten, we hebben eigenlijk, want we komen uit een heel erg muzikaal gezin. Onze grootvader was jazzmuzikant. En we hebben vorig jaar een familieconcertje gegeven. Ja. Met Menno ook trouwens. Met Menno ook. Menno Teunis op piano. En... Menno Teunis, maar dat is geen familie. Toch? Nee, dat is geen familie. Dat is jammer. Dus we dachten, het is voor ons zo vanzelfsprekend.
cultuur. Wij zijn zo opgegroeid met muziek en theater en hebben er eigenlijk nooit over nagedacht. Dat het er niet zou zijn. Dat het er niet zou zijn. Ja. En we zijn in die zin echt wel een product van onze ouders en onze grootouders. Ja. En nooit bij hoeven stilstaan of dat ooit in gevaar komt. Of dat het en zijn jullie ook echt zo'n familie? Ja, we zijn een heel kleine... Een hechte familie. Kleine familie. Onze vaders, wij zijn... We hebben van onze kant, zijn wij de enige neven van elkaar. Ja. Het is een heel intieme, kleine familie. En jullie gaven dus familieconcertjes. En daar gaan jullie nu hier ook iets van doen. Ja, toen dachten we, nou, dan laten we dat doen. Laten we wanneer samen... is het voor het laatst geweest dat jullie voor een publiek hebben gedaan? Ja, we hebben het maar één keer gedaan, ja, maar voor een publiek. Wanneer heb je voor het laatst... Is dat Hello Dolly geweest? Ja, dat was dus 11 maart moet dat 11 zijn. Maart, ja. Die tweede, na de première. Vlak voor de Black 13th, ja. Ja. Wat gaan jullie hier nu doen? We gaan een nummer zingen van Gregory Porter, Take Me to the Alley. Wauw. Hebben jullie wel gerepeteerd nog even? Ja, ja. We probeerden gisteren via FaceTime te repeteren. Dat is helemaal niet goed. Daar zit een vertraging in. Jullie moeten eerst even tekenen. Ja, oh ja. Oh ja. Tot jezelf komen. Namens wie gaan jullie tekenen? Ik wil graag tekenen namens Theater Walhalla Rotterdam. En dat zijn 32 mensen, heb ik even nagevraagd. Ja? Dus het artistieke team, de mensen op kantoor, techniek... achter de bar, dus 32. Even in één zin, wat zou je er gaan doen? Ik zou er na Hello Dolly mijn eigen voorstelling gaan spelen. En dat is nu een beetje een vraagteken hoe dat... Jip Bartels solo? Ja, met andere toffe makers. Okay. We zijn het aan het ontwikkelen nu. En jij? Ik teken namens het Philips Symfonie Orkest waar mijn vader bij zit. En dat zijn... 94 leden. Wow, dat is slim van je, zeg. Ja, en ik dacht, Hello Dolly is al vertegenwoordigd. Ja, van en die studenten 126 bij elkaar. Ja. Jij voor? Walhalla, 32. Ja, 32. Het Philips Symfonie Orkest. Ga naar het bord. Yes. En daarna naar de microfoons. En een dikke kus van mij allebei. Dat jaagt het getal lekker op, hè? 604.000. En u gaat luisteren en kijken naar de Beautiful Nephews, Jip en Freek Bartels. Met op de piano Thijs Benno. Nou, Menno. Well, they give their houses in preparation for the king, and they line the sidewalks with every sort of shiny thing. They will be surprised when they hear him say, take me to the alley, take me to the afflicted ones, take me to the lonely ones that somehow lost their way. Let them hear me say, I am your friend, come to my table, rest here in my garden, you will have a part. Afflicted ones, take me to the
them hear me say, I am your friend, come to my table, rest here in my garden, you will have a pardon. Take me to the alley, take me to the afflicted ones, take me to the lonely ones that somehow lost their way. Let them hear me say, to my table, rest here in my garden, you will have a pardon, you will have a pardon.